vandaag? Ik denk dat het een veldslag gaat worden. Ja, maar hoe de uitslag? Oh, uitslag wil je graag weten. Ik denk dat wij hier een... ik hoop dat we winnen, maar ik denk dat het een gelijkspelletje gaat worden. Heb je een leuke blouseje met aan, Bas? Domme. Leuk blouseje. Nog heel even kort, een paar wedstrijden niet gevoetbald. Was ook bijna uitgezet, hè? Ja, bijna. Maar Rens heeft op tijd zijn fout ingezien en dat hij teruggetrokken. Maar wat was er precies aan de hand? Ja, dat voelt te veel om daar nu zo op in te gaan. Maar even kort. Ja, nee, dat doen we wel eventjes rustig. Waar staat hij? Rekeuring. Best pleur als man. Ik denk dat hij wel de baas. Nou, die is scherp. Ja. Ik denk niet, het is toch jouw weetje niet. Nee, je krijgt toch kilometer blijven. Nee. De zaad is bereid in de 12 graden. Die kan dus geen. Meestal heeft hij als een. Bart Philipsen. Dat heeft lang geduurd, hè? Ja, 4,5 jaar. Wat is er allemaal gebeurd in die tussentijd? Nou, geopereerd 3 keer. En je had je derde gespeeld. En nu weer terug op de bank. Bij 1. Waarom heb je ervoor gekozen? Nou, omdat ik toch wel ontdekte dat ik wat fanatiek ben nog voor Victoria 3. Ik zeg niet dat ik het aan kan hoor, maar ik ben er wat te fanatiek voor. Maar ben je niet bang dat je dan weer door je knie gaat? Nee. Nee, dat zit allemaal goed. Het zit allemaal vast met pinnen, dus daar kan ik niet meer doorheen. Dus het komt allemaal goed. Nee, ik voel me goed. Hoe reageerden ze eigenlijk in het derde? Nou, zwaar teleurgesteld natuurlijk. Dan scoren het vermogen toch weg uit het derde. Nee, dat vinden ze wel jammer, maar de meesten begrijpen het ook wel dat ik het doe. Is dit dan je laatste seizoen? Wil je toch nog een goed afscheid? Ja, maar ik hoop volgend seizoen toch ook nog wel te kunnen ballen. Als ik zin heb. Als het nog kan. Jawel. Nee, het is niet het laatste seizoen. Maar we hebben voorspeld dat dit vandaag waarschijnlijk in de laatste minuut zijn been gaat breken. Ja. Dus ja, het is een heel mooie rentree, maar het zal niet rustig aflopen. Maarten hoopt erop dat ik mijn been breek. Want ik hou hem zelfs op de bank, terwijl ik zelf ook op de bank zit. Dus dat is wel heel knap. Succes, Bart. Dankjewel. We gaan nu. Daar is Frans weer. Daar ben ik weer, ja. Niet vlak vandaag? De succesvolste coach van de tweede, van Victoria. Met kampioenskansen. Dan vergeet je natuurlijk wel de veteranen, Frans. Frans, je vergeet wel de veteranen. De veteranen natuurlijk ook. Kijk, van oudjes moet je leren, zeggen ze wel eens. En terecht. Jij bent de coach van de tweede, maar je bent niet altijd even tevreden, hè? Nee. Het overmatige bier, het biergelag, dat baart mij echt zorgen. Echt heel veel zorgen. Maar jij, je vindt ook eigenlijk dat de tweede een beetje een ondergeschoven kindje is, hè? Ja, gelijk met de eerste. Ja, ik vind het eigenlijk. Dus als er zat spelers bij mij zijn die makkelijk het eerste kunnen meedraaien, maar dat gewoon niet willen. Dat is heel jammer. Dat vind ik geen gezonde situatie. Maar hoe komt dat dan? Dat komt omdat er natuurlijk een aantal bij het eerste die een beetje verdette neiging hebben. Hè? Dat niet tolereren. Ah, het is maar tweede, weet je wel. Ik wil dan altijd graag namen horen. Namen? Laat dat maar niet doen. Ik denk dat ik het wel weet. Het zijn de snuffen snuitje van de A-selectie waarschijnlijk. Denk het wel. Ja. Hè? Hoort er allemaal bij, hè? Maar ja, tweede wordt wel kampioen. Als die jongens wat matiger en met bier drinken op tijd naar bed gaan. Ik moet iedere zaterdagavond een ronde kroegen maken. Havana, doelen. Havana, daar weet je, daar zit iedereen uiteindelijk. Dwaallicht, gaat maar door. Ik moet ze allemaal uit de kroegen trekken. Kan niet. Omhoog. Kan gewoon niet meer. Nou Frans, je bent natuurlijk ooit een keer ook jong geweest. Toevallig niet. Ja, ik ben wel jong geweest, maar... Dat deed je niet. Toen ik bier leerde drinken, was ik 19 jaar en zoiets, denk ik, in die, Maar ik wil nog even terugkomen op het tweede elftal, Frans. Ja, waarom krijgt het eerste wel een etentje en het tweede niet? Omdat wij, denk ik, te veel eten. Het kost te veel. Ik denk dat het probleem is. Ja, maar we zijn hard aan het sparen. We doen een heel mijl sparen we en dan gaan we gewoon van eten. Maar ik hoorde al geluiden in de goede richting dat we iets met eerste samen gaan doen. Dus wie weet komt toch die homogeniteit, sluipt toch weer nader.
de homogeniteit. Meerdere van de mensen weten niet wat het betekent, maar... Maar wie weet, wordt er nog wat? Want de tweede is natuurlijk kweekvijf voor het eerste. Straks die bejaarden er allemaal uitgaan, uit het eerste. Ja. Dan komt de tweede op rukken. Hoe vind je de comeback van Bart Flips eigenlijk, na 4,5 jaar? De comeback van Bart Flips, ja, ik vind de keuze vind ik wat ongelukkig, moet ik zeggen. Want normaliter zou ik zeggen, dan pak je toch iemand uit de tweede. Hè? Logistiek gezien. Maar ja, ik ben geen trainer van het eerste. Maar zijn die jongens in het tweede nu teleurgesteld dat Bart zo in één keer erin? Ze gunnen Bas ook Bart het allerbeste. Echt. En het is natuurlijk een jongen die best misschien wat kan brengen. Het eerste mouwtjes opgestropen, zeg, we gaan ervoor. Alleen moet hij wat minder praten, misschien dat helpt. Wie weet. Of die verstand van voetbal, dat weet ik niet. We hebben niet eens hoeveel kanten ballen. Dat weet ik wel, namelijk twee kanten. Binnen en de buitenkant. Robert Zebra's vandaag, wat denk je? Aan elkaar gewaagd. Ik denk dat we moeten toch wel kunnen winnen natuurlijk. Maar ja, Victoria. Bovendrijven en... vandaag. Wat zeg je? De kwaliteit moet komen bovendrijven vandaag. Want het is vandaag erop of eronder? Dat is een lekker wedstrijd natuurlijk, toch? Maar de zebra's en Victoria, dat ligt elkaar niet, hè? Ja, de zebra's zijn wat meer vechtertjes natuurlijk. Oh ja, toch? Wat dat betreft. Als we gewoon lekker voetballen, dan moet het lukken. Ik moet het zeggen, wel een paar weken denk ik. Je hebt nu al een paar weken niet gevoetbald. Nee, dat betreft. Ik heb wel zin in, hè? Maar kom maar goed. Film het maar. Is het erop of eronder, hè, vandaag? Nou, zo wil ik het niet zien, maar wel heel belangrijk. Als je in de stand op de ranglijst kijkt, dan moet je gewoon winnen vandaag. Zeker als je de ambitie hebt die Victoria heeft. Dan, dan heb je aan verlies heb je weinig. Ja, Victoria en de Zebras, dat ligt elkaar niet. Ja, misschien ken jij dat niet een beetje, dat verleden tussen deze twee niks, clubs. Maar, ja, wij zijn in principe de betere ploeg, toch? Zo plaats kent die jongens hier. Ja, geweldig. Dus ze moeten me laten zien. Maar. En twee jongens zijn ook scherp, hè? Want heb je nog een klein akkefietje mee gehad, hè? Geen idee, ik ben een beetje vergeten. Ben je helemaal vergeten? Ja, die is al lang geleden. Dat weet ik nog niet. Wanneer was dat ook alweer? Nou, een week of twee geleden, maar daar wil je niet meer over praten. Nee, dat is gebeurd, hè. Wordt erbij, wordt groot worden. En Bart Flips heb je ook weer, hè? Ja. Je hebt een nieuwe kracht erbij. Waarom heb je Bart erbij gedaan? Hij heeft gewoon een hoop geld geboden. Ik zeg, oké, dan wat erover te praten. Ik bedoel, Gerard doet het ook zo, dus waarom de trainer van Victoria niet? Ja, ik ben ook gewoon een normale jongen, hè? Die graag een nieuwe auto wil rijden. Ik ga er winnen. Afstand. Voor wie komen jullie? Hè? Voor wie komen jullie? Dat heb je in je oortje? Ja, dat heb ik niet. Oh, weet dat vader dan? Jay, wat heb je in je oren? Muziekje. Muziekje. Ja, motivatie. Wat staat erop? Wie zijn dat? Dat wil je niet weten. Dat wil ik wel weten. Harry. Die wil nog tape? Hakken. Een beetje. Kom maar een rondje tape. Hoor je even mij? Ja. Even een klein verhaaltje over de scheidsrechter, wat ik net hoorde, is een verdamd mannetje. Ik heb hem ook niet op het veld gezien. Het is veel veranderd in de eerste. Hé? Ik kan echt niet horen. Die komt niet bij. Hij klopt perfect. Eerst heel grote perfect. Is dat alles? Tweede helft raakt hij zo volledig bij de scheidsrechter. Hij heeft vier rode kaarten uitgedeeld. Alleen maar voor een rotrap. Alleen maar voor dat, Joris. Ik zou geen hand krijgen. Zo maar. Ik vloot hier niet meer voor overtreding, alleen maar voor. Hey Dirk. Weer op de bank, jongen. Ja, ik mag even plaats nemen. Baal je daar nou niet van? Sorry? Baal je daar nou niet van? Ik heb er ook bij.
we nou? Nee, Dus! Ga er niet naar die bal! Kom, Dus! Kom, Dus! Kom maar, Dus! Hier, die bal! Mathieu, Dirk, de spits van Mathieu, jij speelt van heel links buiten. Waardoor Danny dus aan de rechterkant, je speelt de hele tijd aan de linkerkant. En je moet samen met Dirk in het centrum spelen. Ja, en dan is Dirk, desnoods ga je achter Dirk staan. Dat loopt een laatste man en die is 144 jaar oud. Kan alleen wat met zijn linkerbeen. Dus die wordt helemaal gek voor jou zo meteen. Maar nou ga je het zo makkelijk maken. Je zet er een verdediger tegenover je en de groet. En die anderen die ze over hebben, ze schuiven ze door naar Danny. Ga nou meer in de as van het veld spelen. Zodat je ook aan de rechterkant kan komen. Nu kom je constant aan de linkerkant uit. Terwijl we twee splitsen spelen. Het is niet zo een taakverdeling, Dirk rechts, jij links. Nee, met z'n tweeën switchen, bewegen. En kom maar. Als jij vanaf links start, kom naar binnen toe, naar de rechterkant toe. De diagonaal kan Igor, Stijn en zo die bal in die ruimte spelen met hun rechterpootje. En dat kunnen ze niet. Wat ga je dus nu krijgen? Dan gaan ze constant proberen Danny te zoeken. Maar dat moeten we nou net niet doen. Jij moet daar komen in die ruimte, aan de bal komen, Danny bijsluiten en gaan voetballen. Maar nu... Ja, heb je dat? Voor de rest, jongens, wordt er... We hebben het initiatief. Er was een fase tot we... Achterin even 2-3 goede kopkansen weggaven, was het toch niet scherp in de dekking. Ik durf het niet te zeggen, nou het lag daar en daar aan, maar dat stond niet goed. Daar moeten we toch even mee uitkijken. Voor de rest is het grootste probleem op dit moment dat wij vooral die tweede en die eerste bal niet winnen. Daar zijn we er niet. We reageren te laat. Er komt een hoge bal, we gaan het duel wel of niet aan. Nou, dat duel maakt niet uit of je wint, maar die tweede bal moet je winnen. Dan moet je in balbezit komen. En dan moet je die bal in de ploeg durven houden. Hey. Ja, dan draait je zijn kont erin en draait weer. Ja. Maar slimmer zijn. Dirk krijgt op een gegeven moment één of twee keer een zet in zijn rug. En dan blijf je net niet op je benen staan. Ga maar liggen. Als ik spits ben en er komt een verdediger in mijn rug en die geeft me de zet, boem, zak ik door mijn hoef heen. Nou, dit is een scheidsrechter die zo labiel is, testjes. Ik krijg echt niet blij. Waarom mee? Op het moment dat jij op je benen blijft staan, denkt hij, als het zou wel meevallen, dan laat hij weer doorvoetballen, dan fluit hij niet voor die overtraining. Dus op het moment als je in die 16 meter, of waar dan ook, als die man in je rug zit, die geeft je een pooi, ga je liggen. Vaak zie je dat heel simpel, Igor werd een keer in zijn rug gelopen, doet net of hij, hup, vrij, die krijgt hem altijd mee, die vijf al. Kinderbeen te zitten. Mag ik dan ook? Ja, want ik word het denken, jongens. Even wachten, motor dicht van buiten staan. Even lopen, voor raam Hey jongens! Ja, jongens! Kom op, jongens, hoor! Ja.